Ik denk wel dat er een boek gaat komen waar man en paard wordt genoemd. Ja. Een boek van jouw hand. Hm? Dat er een boek gaat komen van jouw hand waar alles. Nou ja, daar ben ik nu uh, over aan het nadenken. Daar ben ik een frame van het opzetten. En dan ga ik kijken of daar iemand een goede schrijver bij komt. Want ja. um, als je 35 jaar uh, met je hart voor de sport hebt gewerkt en uh, mensen die jou niet kennen. Uh, jouw frame op de manier waarop het is gedaan, en dat komt rechtstreeks vanuit seksueel misbruik, dan kun je niet anders dan op een gegeven moment hetzelfde doen als er niks gebeurt. Heb je ook wel overwogen, het gaat heel goed met de Nederlandse vrouwenvoetbal. Daar heb jij een cruciale rol in gespeeld. Er is gebeurd wat er is gebeurd. Je hebt verteld dat helder. Je kunt ook zeggen, laat maar. Het gaat dat... om mij. Het ja, gaat ongekeld. om dat ik ja. verder kan. Uh, ik heb aangifte gedaan bij de politie uiteindelijk. Dat was ik helemaal niet van plan. Maar alleen maar om, om te voelen dat het er mag, dat het er mag zijn. En uh, het is nu een half jaar geleden en het proces loopt nog steeds. Hm. En is het ook... Hoe moeilijk kan het zijn om te zeggen, sorry Vera, dat ja, we dat, dat hebben Dat van. is eigenlijk het enige wat je, wat je van ze wil horen, ja. persoonlijk. Ja.